What's up gamers, ik ben Meinert en vandaag zijn we in, niet in Mykonos, we zijn weer in Middanië again. Dit keer hoop ik dat Tissos niet vindt, maar ik heb gehoord, kijk daar is het kasteel, die komt al om. Oh, wat de fuck is dat voor muur? Maar in ieder geval, dit keer, dit keer ga ik even rondkijken hier in Middanië, want ik heb gehoord van Almeria dat Tis ons heeft, of ja, Almeria heeft bedreigd. En wat is dit voor huisje? Ik ga even langsop proberen te sneaken, denk ik. Wacht, ik neem even de andere kant. Want een soort van boerderij is dit? Ik wist niet dat ze een boerderij hadden. Oh, er zit iemand binnen. Oh, zag hij mij? Oh shit, hopelijk herkent hij me niet. Ik ga even iets eten. Gewoon langs de voordeur sneaken, denk ik. Zit hij daar? Ik loop gewoon rustig door. Hij ziet me niet. Oké, snel denk ik de stal in, denk ik. Zo. Of, is dit een stal? Dit ziet eruit als een stal. Oh god, nee, hij komt er buiten. Ik moet hier snel weg. Wat doe je op mijn land? Niks. Wie ben jij, als ik vragen mag? Ik ben de boer van Middanië. Oké, maar herken jij mij niet? Nee. Wie zei het, Gafsa? Ik ben nieuw hier in Middanië. En ik vroeg me af, want ik zag niet zoveel mensen. Ik ben alleen Tissie tegengekomen. En hij zei dat ik maar naar jou moest komen, omdat jij veel meer wist hier van Middanië. Maar leg eens uit, wat is dit hier voor leuk ding? Dit is dus mijn boerderij. En dit is mijn stal. Hier, aardappelen. Oh. De beste aardappelen van hier, Middanië. Oké, maar wat is er nog meer op jouw boerderijtje dan? Natuurlijk weet, heb ik hier... Wacht, wat is dat daar? Dat is de toekomstige kerk. Holy shit. Maar... laat me verder zien. Wat is er allemaal op je boerderij te zien? Dit is dus een vredige boerderij van mij. En dit is mijn huisje zo, een beetje. Oké. Ja. Mag ik ook een rondleiding door je huis? Ja, natuurlijk. Kom je hier in de keuken. Oh, wauw. En de leefruimte op zich. Wat zit hier boven? Daar zitten mijn kisten en mijn slaapkamer. Oh, oké. Okay. En wat... Oh, wat? Een anvil, oké. Wauw, wat een leuke keuken. Hé, wat is dat? Wat zit hier? Dat is mijn kelder. Je kelder? Zit er iets in de kelder of zo? Nee. Ik ga kijken. Nee, er zit helemaal niets in. Alleen boeken. Alleen boeken. Ja. Oh, wat is dat dan? Niets. Wat de fuck is dat voor beest? Dat is dus een rare beest en die zat in mijn patatten te snuffelen. Dus ik heb hem gevangen in hem. Is hij gevaarlijk? Dat ik het niet zou weten. Hij stribbelt een beetje, maar ik heb hem er wel gemakkelijk in gekregen. Ik weet niet of dat hij bijt of dat hij slaat. Hij heeft alles niet gedaan. Ik wil hier niet echt langer blijven. Kan ik hier trouwens een nachtje overnacht? Want ik heb nog niet echt een huis of zo. Ah ja, dat is goed. De slaapkamer is boven zoals je al gezien hebt. Oh. Ik heb hier wel een bed op zak, ik weet niet, kan ik die ergens... Oh, maar ik heb... Ja, ik heb genoeg bedden, maar als jij in je eigen bed wilt slapen, dan mag dat ook. Weet je wat, ik ga wel anders in de stal slapen als je het niet erg vindt. Ah, oké. Oké, dan ga ik even... Oké, dan spreek ik je morgen denk ik weer. Dat is goed. Want ik ben best wel moe geworden nu, dus... Oké, we zetten ons bed hier neer. Oké, ik weet niet wat het beest naar beneden was, maar wat het ook is, ik ga het gewoon bevrijden, puur om hier een beetje weer angst aan te jagen. Dus in ieder geval, ik ga lekker slapen, ondanks dat het dag is. Ik ga gewoon slapen. Hoe laat is het? Man, mijn bed is best wel fijn, alleen deze stal die tocht enorm. Oh, het is nacht. Wat? Heb ik zo lang geslapen? Holy shit. Wow, die kerk is echt groot. Is echt groot, jongen. Oké, maar... Oeh. Jasper zit daar boven.
Ik ga denk ik eens snel oprukken. Hoort hij me niet? Hij hoort niet, oké, mooi. Snel naar beneden hier. Oké, dat beest is echt... What the fuck is dat? Hallo? Koek, koek. Wat is dat beest? Wie ben jij? Oh god, hij kan ook nog praten. What the fuck ben jij? Niks, nog ga ik je niks aan. Maar... In ieder geval, waarom zit je hier gevangen? Want Jasper zei dat jij hier eten jatte of zo? Ik zat hier gewoon rond te lopen en hij kwam naar buiten, heeft me gevangen genomen en hij heeft me hier ingeplaatst. Zou ik je anders bevrijden of zo? Weet ik veel. Oh ja, heel graag. Ik zou je niks aandoen. Maar op één voorwaarde. Jij gaat mee met mij naar Mykonos. Ja. Als je weet wat Mykonos is tenminste. Ja, vertel dat maar eerst, ja. Ja, Mykonos is dus een beetje een koud sneeuwland. En dit is eigenlijk Medanië. En Medanië is onze vijand. Ik was hier gewoon aan het bespioneren. En Jasper, die boer, die loopt hier boven. Want ik laat je gewoon eruit. Ik denk dat het is... Wacht, ik ga jou gewoon echt verstoppen. Oh shit, Jasper loopt buiten. Blijf beneden. Oh, hij zit boven. Holy shit, wat een troepie. Heeft hij allemaal... Is hij slaapwandelen of zo? Holy shit. Niet die aardappels achterna gaan. Oké, waar kunnen we jou verstoppen? Oh god. Oh nee, monsters. Ik weet iets. We verstoppen jou. Oh god, hij loopt hier weer. Kom, we verstoppen jou hier gewoon tussen het veld of zo. Zo. Ga hier gewoon ergens in een plas water zitten. Ik kom jou morgenochtend weer ophalen, oké? Ja, is goed. Maar blijf tot die tijd gewoon hier zitten. Blijf van dat eten af. Ik ga hem gewoon weer zo snel mogelijk naar bed toe. Even die zombie afslachten. Waarom heb je zoveel zombies? Kijk, nog eentje. Sterf. Oké. En even weer naar bed. Wat schieten? Hou. Oh nee. Oh, phew, gelukkig. Even snel wat eten nog. Met een volle maag naar bed. En zo. Goedemorgen. Nou, dat was een lange nacht. Ik hoop dat Jasper niks door heeft gehad. Man, die kijkt hoor, dat verbaast me nog steeds. Waar is dat beest? Jasper, wat is er? Dat beest in mijn dingen in mijn gevangenis is weg. Ramp. Wat moeten we gaan doen? Moet ik hem gaan zoeken of zo? Ik weet niet. Ik ga helemaal oog snel naar de kloot te helpen, dus ja. Wacht, ik heb een idee. Als jij dan gewoon snel gaat kijken bij de kerk of zo, dan ga ik snel naar die velden toe van jou en dan ga ik hem daar zoeken, oké? Oké. Oké, ik ga hem heel snel ophalen, want Jasper die heeft door dat hij... Hoe moet ik jou trouwens noemen? Goedemorgen trouwens. Jasper die heeft door dat je met ons samen. Hoe moet ik jou noemen even? Want anders... Maakt niet uit wat je wil. Noem maar gewoon Bas of zo. Maakt mij allemaal niet uit. Ja, jij heet Minecraft Bas 123, dus ik noem jou gewoon Bas als het goed is. Ook goed. Snel. We moeten weg voordat Jasper erachter komt dat ik niet van Medanië was. We moeten hier gewoon naar beneden springen, denk ik. Oké, we moeten snel weer terug naar Mykonos, want... Man, hoe lang heb je hier vastgezeten trouwens? Ik denk zo'n 10 jaar. 10 jaar? Holy shit! 10 jaar alleen omdat je iets hebt gegeten? Ja. Oké, snel. Oké, we gaan nu zo snel mogelijk naar Mykonos.